Een hele goede morgen. Welkom bij nieuwe Ups & Down. Niels die gaat met deze kleine vent eventjes naar het ziekenhuis toe. Er is niks ergs aan de hand, maar hij heeft een bult op zijn hoofd, zoals jullie zien. Aan die kant. En die wordt maar niet kleiner en dat heeft hij al vanaf zijn geboorte. En dat wordt nou heel even gecontroleerd. En Niels gaat nu ook weg met hem. Succes! Lief zijn, hè? Nou, we hebben al de hele middag geen stroom. Mijn telefoon was leeg, dus ik kon ook niet vloggen. Nu had Niels even iets geregeld waardoor ik mijn telefoon kon oplaaien. En dan kan ik even een stukje vloggen. Op dit moment staat heel de straat bekant buiten. Want we hebben overal de stroom afgesloten omdat er continu stroomuitvallen is in de straat. En ja, daar moet toch iets aan gebeuren. Dus daar zijn ze mee begonnen. En daar begonnen ze dus ineens vanmiddag mee, omdat er weer eens de stroom uitging. Dus ze gingen er nu ineens iets aan doen. Maar ja, afwachten wanneer we het weer hebben. Maar ja, ik ga heel eventjes verder met mijn kindjes en buiten. En dan, ja, het is nou eenmaal zo. Ja, het is warm. Maar het duurde even, maar we hebben weer wel, hè? We hebben weer stroom. Yes! Heel de straat was bij elkaar aan buurten. Ja. Zo krijg je nog eens een burendag, hè? Mm. Er en der werden wel familieleden van mensen die niet thuis waren opgetrommeld. Ja. Nou ja, je moet het even goed uitleggen, Niels. Ja, bij heel onze straat moest iedereen van de stroom af. Dan moesten de hoogstoppen eruit. En degene die niet thuis waren en waar niet de deur open kon, daar werd de kabel afgeknipt. En dan werd die later weer samengemaakt. Ja. Alleen, ja, via hebben we allemaal weer mensen weten te bereiken. Die een ouder stuurde van, kun jij even de deur open doen? Ja. Dus. Gelukkig hebben we een straat-app. Mm-hmm. Waar genoeg mensen in zitten, dus dat we elkaar kunnen bereiken als er zoiets gebeurt dus. En we hebben eigenlijk met de hele straat wel buiten gestaan, hè? Ja. Ja. Dus dat was allemaal gezellig. Dan hebben we gelijk straatdag gehad, hè, Lili? Ja. En Jordi heeft net zijn flesje voor de stroom op en Liam net het flesje daar weer, nadat we weer stroom hebben, dus. Ja. Ja, had jij een warme fles en je broer een koude fles, hè? Ja, verdikken me. Maar je broer vindt het niet erg koude flesjes. Nee, hou niet meer. Vroeger moest je mee als het heel warm hebben, toch? Ja. Ja, Liam, zeg maar leuk. Zo praat wel makkelijk, hè? Dag, mijn hele vuist moet in mijn mond, papa. Nog maar vertellen, hè. Wat heb je allemaal meegemaakt? Zeg maar, ik heb iedereen wel uit de straat gezien, hè. En had je nog verteld dat je in het ziekenhuis was geweest? Ja. Nee, ja. We hebben wel verteld dat je in het ziekenhuis bent geweest, maar niet verteld toen je terugkwam. Want toen begon met stroom. Ja. Met Liam was alles goed in het ziekenhuis, hè. Ja, moet papa even vertellen wat ze gedaan hebben, hè. Ze hebben de bult gecontroleerd op zijn hoofd, die hier zit. En die is eigenlijk gekomen tijdens de bevalling. En dus bloed wat verkalkt is. En dat gaat niet weg. Maar naarmate zijn hoofd groter wordt, valt het minder op. Ja. En dus dan blijven... als zijn haren eroverheen vallen. Ja, dus we blijven een kind houden met een bult op zijn kop. Ja, het is nou dat je het, als je erop let, zie je het. Maar anders zie je het niet. Nee. Er zit geen leven of zo in. Nee, dat was voor ons het belangrijkste, Niels. Ja, want je maakt je toch een beetje zorgen. Ja. Nou was ook geen aanleiding om zorgen te maken. Hij doet alles goed. Dus. Ja, maar toch. Je wil het toch wel zeker weten, omdat we ook geschiedenis met Jordi hebben. Dan kun je het ook afsluiten. Ja, dus dan weten we gewoon zeker dat het goed is. En dat er niks aparts aan de hand is. En dat, ja, daar gaat het eigenlijk om, hè. Nou mensen, het is zover hoor. Madame, die gaat iedere keer de tutjes van Joef jatten. Kom hier. Nee.
Dit mag jij niet, hè? Verdorie. Zoals jullie weten hebben we inmiddels alweer stroom. Maar ze zijn nog steeds herrie aan het maken. Jordi lag al lekker te slapen. Maar die is door alle herrie weer wakker geworden. Maakt niet uit verder. Hij zit nu in de box te spelen. Om een beetje... Ja, eventjes... tot zichzelf te komen of iets, weet ik het hoe je het noemt. Maar die is nog eventjes een beetje tijdverdrijf aan doen. Liam die zit lekker in de wipstoel langs zijn papa. En papa ligt op de andere bank en ik lig op deze bank. Ik denk dat ik toch maar even Baywatch weer ga kijken. Een hele goede morgen! Ik ga heel eventjes met Niels samen eten. En dan ga ik alle spulletjes pakken, want ik moet met Liam spuitjes gaan halen. Hé, wij gaan prikjes halen, hè? Ja. We gaan prikjes halen. Oh. Ja, nu vind je het nog leuk, maar dadelijk niet meer. Ik ben eens benieuwd. Niels zit Jordi even te vervelen in de box. Zit even samen te spelen. Praten op niveau noemen we dat. Nu slaapt hij nog, dadelijk is hij niet meer zo rustig. Ik ga op weg om de kleine spuitjes te laten halen. Garm, ik vind dat zo sneu, hè. Maar ja. Moeten we doen. Het hoort erbij. Dus. Liam heeft zijn entingen gehad. Die ligt nu te slapen in de box. Jordi ligt ook op bed. En ik ga hier zo eventjes aan de gang. Jordi is de boel aan het afbreken. Ben jij wakker? Ben jij wakker? Hé, ben jij lekker wakker, schotje? Ja. Ben jij... Eitje, een lief klein konijntje. Eitje, een pietje konijntje. Eitje, knuffel konijntje. Eitje, een lief klein konijntje. Mama is Liam lekker eten aan het geven. Bruneboy. Hier staat nog een andere aap. Wat ben je aan het doen, Jordi? Kijk, hier ligt iets wat Jordi wil hebben. En dat is je nou aan het proberen te pakken. En ik kan hier zo goed pakken. Handje geven. Papa helpen. Kom dan. Zo. Probeer het dan op. Kom dan. Kom. Doe je best, Jordi. Dat kan jij wel. Goed zo. Jawel. Hier komen. Je valt eraf zo, hè? Erop kruipen. Wil je alsjeblieft een beetje... Ik heb hem vast. Dat vind ik niet prettig, Niels. Als hij achterover kukelt, kukelt hij hierop, hè? Ik heb zijn arm vast. Ja. En de rest. Hij heeft hem te pakken. Ga je ermee vandoor? Ik ga hem even helpen. Beste vriendjes met papa, hè? Lekker op de vingers zabbelen. Hihi. Ja, papa's vinger was daar, hè? Het gaat allemaal goed, hè, papa, met spuitjes. Ja. Zelfs zijn luier al volgepoept. Ja. Zo zie je maar, hij wordt toch wel beste vriendjes met papa. Mama is dadelijk afgeschreven totdat papa weer werken is.
En dan ben ik weer de belangrijkste. Totdat papa weer vakantie heeft, dan is papa weer 2 weken belangrijk. Zo gaat het meestal, hè? Pap. Papa. Pap, Julo. Papa. Oh. En dan ga je naar bedje. Ja. Oké. Oké. Ja, dan snap ik dat je moet huilen van PSV, jongen. Ja, dat snap ik. Ja. Ja, ik weet het ook niet. Ja, dat komt allemaal door je papa. Papa de schuld geven, hè? Moet iemand de schuld geven. Wie heeft dat boekje bij jou gekocht, Lian? Op papa's wensen, want die zeurt de hele tijd dat hij niks van PSV heeft. Ja. Je mag wel mee afsluiten. Die boot zit niet goed. Hi Joef. Gaan we wel tussen zeggen? Zeg maar dag dag. Dag dag. Wij gaan deze ups en down afsluiten. De kindjes slapen lekker, dus we hebben lekker een rustig avondje. En ik heb nog eventjes hier lekker kunnen poetsen, dat alles weer fris en fruitig is. Wij gaan deze ups en down afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Tot de volgende. Welterusten.